Ja mensen, welkom bij een nieuwe review hier op de PTK. We staan vandaag in Breda, Breda Breepark. Het is een industrieterrein naast de McDonald's en er zit hier een goede pizzazaak, heb ik me laten vertellen. Dit is een duursmaakkermis. Een duursmaakkermis die bezoek ik niet zo heel veel. Eigenlijk bijna nooit. Het heeft de reden dat ze meestal een beetje sfeerloos zijn. En Duursma heeft vaak dezelfde attracties allemaal staan. Moet je denken aan de Europfly van Varai die er vaak staat. Hell Raiders Booster doet veel duursmaakkermissen. En zo kan je wel doorgaan met veel attracties die veel duursmaakkermissen doen. De attracties die hier staan doen ook heel veel duursmaakkermissen. Maar ik dacht, ja, laat ik toch maar weer eens een duursmaakkermis doen. Welkom hier, Breda Breepark. We gaan beginnen met deze spectaculaire review. Let's go! Wij starten deze kermis vrij rustig, want het is ook rustig op de kermis. Maar wij starten met een minder rustige attractie. Namelijk de Disco Jumper, beste jumper van Nederland naar mijn mening mensen. Is natuurlijk gebouwd bij Sartori in Italië. En ze draaien goed muziek bij deze jumper. Lekker ABBA baby. En een plaatje van ABBA gaat er altijd wel in hoor. Botsen kan je ook hier op de kermis. En dat kan je in de Crazy Cars van Elziga. Elziga die dus behoorlijk wat duursma kermissen doet. Met dus de Hellraiders, maar ook met deze Crazy Cars. De schitterende muziekexpress rustbaan van Wijnands. Die echt schitterend is mensen. Hij heeft heel veel verlichting binnen hangen. Moving heads en disco bollen waar hij s'avonds echt hele goede shows mee maakt. Ik vind het jammer dat ik deze niet vaker tegenkom. En even detail, wij zijn natuurlijk van de details hier bij de PTK mensen. Kijk eens even daar boven de tunnel. Heeft hij gewoon een bordje laten maken, kermis Breepark. Breepark, ja breed dat zijn we zelf hoor. Dus echt kwaliteit hier bij de rustbaan van Wijnands. Het is de kleinste rustbaan van Nederland. Dat is ook wel even interessante informatie. En het is de bedoeling dat je de pluim pakt. Maar u ziet het, de dames zijn er niet zo goed in om de pluim te pakken. Misschien kunnen ze wel een andere pluim pakken, zou ik maar zeggen. Toene, maakt me gek. Oh, heerlijk mensen. De swinging coaster van Veldhuis hebben we in Rotterdam nog gedaan. Daar kan je er special van zien. Is de enige Formule 8-baan met draaiende gondels. Maakt hem zeer spectaculair. En zelfs wild. Wij als normale mensen, nou ja, wat je normaal kan noemen, kunnen hier zelfs ook nog aan hun trekken komen. Bij de BV Vlucht, ze hebben de kassa geïnstalleerd, daar het naambord bovenop, maar ook hier, zeg maar, heel de kassa is opnieuw bestickerd. Ziet er erg goed uit, mensen. Zometeen meer beelden van deze BV Vlucht. En dan hebben we hier nog op dit plein de World of the Living Dinosaurs. Dan gaan we nu naar het tweede plein. Daar staan weer andere zaken. Er zit een paardje tussen met wat eet- en spelzaken. Als poliep, de Pandora poliep. Ja, doet ook veel duursmaakkermissen. Misschien wel alleen duursmaakkermissen trouwens. Zit ik me net even te bedenken. Er is natuurlijk een spider poliep. Met een verleden natuurlijk. En de bol staat er weer op. Want ik zag foto's dat de bol de laatste kermis er niet op stond. Maar nu staat hij er weer op hoor. Als ik het goed heb, hebben we hier een soort van scoopje te pakken. Want volgens mij zit de Razorama van Ropers. Ik wist eerst dat hij er een had. Ook een exploitant die heel veel duurzame kermissen doet. Als het zo is, Ropers.
En zometeen zie je hem ook met de Jumbo namelijk. Blijft een leuke kinderzaak deze, Rezorama. Wil je meer zien? Dan kan je het zien vanuit Eindhoven. Daar heb ik er zelf in gezeten. Big winner, de Pink Date. En draaien we door richting de trampoline. En dan ga je lekker op en neer en op en neer. En die is van Boesveld, de Hawaii Jumper. Een nieuw naambord, tenminste voor mij nieuw, bij de Crazy Jumbo van Ropers. En hier zie je de vliegende olifanten langskomen. Het is natuurlijk een attractie die gebouwd is bij Colmax Plus. Een van de nieuwste hier in Nederland. Al dan niet de nieuwste, zit ik me net af te vragen. Maar dat weet ik zo even uit mijn hoofd niet. Ja, we hadden het gisteren in Geel slecht qua weer. Maar hier in Breda is het ook slecht qua weer, mensen. Dus als je een druppel op de lens ziet, vergeef me, want dat is eigenlijk niet te voorkomen met dit weer. We draaien nog even door, want we moeten nog even één zaak een beetje extra in de spotlight zetten. Want dit is namelijk de zaak van Delano Havenkort. Vriend van de show natuurlijk en heeft nu een zaakje. Ja, je moet daar in die Space Cube gooien, denk ik, een balletje. En als die blijft liggen, dan prijs of meerdere. Geen idee. Altijd prijs zie ik net. Dus je hebt gewoon altijd prijs, mensen. Normaal zou ik zeggen dubbele zaak, maar in dit geval is dat niet helemaal het geval. We kwamen namelijk net de teacups tegen op het andere plein. Maar dit zijn koffiecups, dus dat is ja, net even wat anders natuurlijk. Hè? Ja, koffie is wat anders als thee. Koffie, koffie, lekkere bakkie koffie. Ja, toch nog even draaiend, hè mensen. En de mega cranes. Rook bij de New York Dancer. Kijk nog een beetje extra. Rook, heerlijk. Ik hoor zelfs uit die breakdance komen. Tony loopt dat weer te zeggen. Ja, Koldewijn die ook wel eens, zeg maar, zo, five erbij, heerlijk. Die ook wel eens, zeg maar, duursmaakkermissen doet. Doet er ook wel meerdere, volgens mij. En zo hier ook in Breeparks. Vorig jaar trouwens, de eerste keer Breepark, hè. Stond hier ook de New York Dancer bijvoorbeeld. En het was waarschijnlijk een succes. Ja, ik kan nu niet zien hoe het komt dat het een succes was vorige keer. Want zo druk is het nu niet. Maar blijkbaar was het toch een succes. Want er zijn er toch veel teruggekomen. Nou, we wachten even tot je zometeen weer wat harder draait. En dan maken we nog wat beelden. Het is natuurlijk niet leuk als het niet druk is op de kermis. Maar het is voor mij wel even makkelijk, want dan kan ik je laten zien hoe de nieuwe middenton eruit ziet van de New York Dancer. Nieuwe bestikkering erop en, wat een hele vooruitgang is de LED-verlichting. Over LED-verlichting gesproken, daar gaan we nog even verder, want ook is er deze winter een nieuwe LED-verlichting gestoken in de onderkant van de dakjes. En dat is sinds dat Koldewijn deze breakdance heeft wel echt vooruit gegaan. De verlichting. Er is namelijk meer kleur ingekomen. Het is natuurlijk een breakdance die niet heel veel kleur heeft van zichzelf. Maar in de verlichting is dat juist wel teruggebracht en dat maakt het wel een hele goede combinatie, vind ik. Dus ik vind het sterk vooruit gegaan. Zometeen nog één vernieuwing hier in de review, mensen. Wat ook echt een hele goede vooruitgang is, en ik wist niet of ze dat hier hadden, dat zijn die kluisjes hier, van die zwembadkluisjes, weet je wel. Ja, op school kluisjes, net hoe je het ziet. Je kan er een euro in douwen en dan kan je je tas erin kwijt bijvoorbeeld. Nou, dan staat hij in ieder geval achter slot en grendel, weet je zeker dat je tas niet gejat wordt, want dat kan natuurlijk wel eens voorkomen, zal ik maar zeggen. Dirty Pleasure! Ja, hier is die Dirty Pleasure. Zie je het weer? Ze hebben merchandise, hè, bij de New York Dance. Laten we eens even zien. We hebben een stickertje gekregen van Yes, I Did It. Nou, Yes, I Did It, baby. Ja. Ja, ja, en? Dat heb ik van Ticket ook gedaan. Ja? Nog een sleutelhangertje. Te verkrijgen bij de kassa, met, denk ik. Only One Can Beat The Best. Only One Can Be The Best, dat hoor ik vaak door de microfoon, ja. Op een Facebookpagina erop. Oh ja, en vet met die vlammenwerpen bovenop die dingen, hè? Boven de diamant ook gewoon getekend. Ja, de leukste sleutelhangertje. Dus mensen, mocht je willen hebben, even naar de kassa lopen, kost je, hoeveel kost het eigenlijk? Ik kijk naar de redactie, maar niemand weet het. Een eurotje of vijf, gok ik. Waarschijnlijk wel. Ja, gok ik. Kan ook vriendenkorting krijgen.
Ja, maar dat hebben de normale mensen hier. Ik hoor net 10 euro voor de normale mensen. Nee. Gewoon naar de kast lopen, even vragen en dan komt het vanzelf goed. Toch? Dat bedoel ik. Gewoon naar Lonnie en dan lekker Lonnie's lumpia's. Hij was op zoek naar een rijmboordje, maar ik kwam er niet. Nee. Goed, we gaan wel snel verder op deze gigantisch drukke kermis. We gaan nou een oliebolletje eten. Oh ja, nu al? Ja joh, waarom niet? Oh, dan gaan we beter naar Volendam gaan. Ja, zoiets. Daar staat deze echt verdomd namelijk, mensen. Ja, heerlijk. Tony en Dustin hebben weer geluk, hoor. Godverdikke, dan wordt weer een heerlijke rit weggegeven, dat wil je niet weten. Ja, dan heb ik weer de pech dat ik ernaast sta nu op dit moment. Nou, misschien dan zomer dit toch even een ritje doen natuurlijk, hè mensen. Dat snapt je natuurlijk ook wel. Vette jingle trouwens dit. Aangepast op New York Dancer. Met een stem die iets te veel check gerookt heeft. Maar wel vet is hoor. De buggybaan van Dauphin. Een voetbalspel en Hero City XXL. Hero City die volgens mij niet heel veel duurzame kermis doet. Voor mij nooit wat. Maar hier in Breda wil hij natuurlijk wel staan, want het is een thuiskermis. Hè? Zuidema komt uit Breda, want Hero City XXL is ook van Zuidema. Hey, dat is niet puur toeval hè, dat ik het allemaal zeg. Het is allemaal kermiskenners mensen. Poesje van Grinsen met daar tegenover de Pink Date, ook van Grinsen. Ja, nu moet ik heel eerlijk met jullie zijn, want hier kom ik voor. De Beach Party bij Gijsbeds, een attractie die we niet vaak tegenkomen. Helaas, want ik vind het echt de topzaak. Het is een swingmail die we vroeger van de kermis kenden, alleen dan hydraulisch aangestuurd. Met een joystickje kan je heen en weer swipen. Sweepen. Ja, ik ben goed met joysticks heen en weer sweepen en ik doe dat dagelijks. Maar goed, dat geheel even terzijde. En als ik hem dan tegenkom, dan moet ik hem altijd even minimaal één keer doen, want ik vind het echt een topzaak. Met name omdat je zelf de gondel kan bedienen, mensen. Met Sophie Verkooy achter de knoppen is deze beachparty ook zeker niet te stoppen, zou ik maar zeggen. Oké mensen, daar gaan we dan. Wij hebben namelijk plaatsgenomen in een van de leukste attracties van de Nederlandse kermis. Het is de Beach Party van Gijsbeds. Topzaak. Oké, komt hier even los. Nou, wat zo leuk is aan deze Beach Party, dat is het volgende. Je hebt namelijk een joystickje voor je. En daar ben ik heel goed in met joystickje. Met mijn eigen joystickje. Met die joystick! Met die joystick! Kan je je gondel verdienen? Het is eigenlijk gewoon een swingwheel, maar dan elektronisch. En doordat je het zelf kan verdienen. Zet die kut door het ruit! Doordat je hem zelf kan verdienen, is die zo heel leuk, mensen. Hoe kan ik nou een serieuze video maken met die kut op de... Nou, daar gaan we. Jarno, wijs even op. Want hier komt Sophie met de Laila Show. Ook aan de buitenkant is het een mooie zaak. We hebben een paar jaar geleden heb ik hem zien afbreken ook. In Valkenswaard. Zeer interessant. Mooi werk is dat. Fysiek werk ook wel. Maar met een goede gezellige ploeg komt dat altijd goed. En dat is hier wel aanwezig hoor. Dit is leuk mensen! Oh, ik kom hem bijna nooit tegen! Oh, en daarom hebben we er ook gelijk! Oh! Hier! Oh! Aan de overkant zit er Dustin aan die kant, Tony aan de andere kant, achter de rook! Oké, ik hoef die laatste rondje. Bij mijn gaan.
Ze wordt een keer een unieke, leuke zaak willen doen op de Nederlandse kermis. Beachport Gijsbert. Als je hem tegenkomt, doe het gewoon net als ik. Gewoon instappen en ze niet twijfelen. Gewoon doen, zou ik maar zeggen. Dat was de kermis hier in Breda, Breepark. Ja, eigenlijk een park is het niet echt. Waarom het hier Breepark heet, ik heb geen idee eigenlijk. Maar goed, dat doet er niet toe. Het was op zich een mooie kermis qua aanbod. Helemaal niks mis mee. Ik vond de ritprijs ook wel meevallen. Ik heb wel eens gehoord dat Duursma zijn naam eer aan doet. Maar dat vond ik hier wel meevallen. Tenminste niet voor de consument in ieder geval. Ja, net de kermis dus. Een mooi aanbod. Niet druk. Dat was wel een tegenvaller. Maar ja, goed. Het is ook niet zo heel mooi weer. En wij Nederlanders zitten dan liever met ons voetjes lekker bij de kachel. En met een wijntje. Ik geef ze groot gelijk. En niet op de kermis. Fantastisch hè, die beach party. We gaan even een beetje... Ja, dat vind ik echt een fantastische zaak mensen. Ik blijf het zeggen. Daar ben ik hiervoor naar Breda gegaan. Je zou denken, heeft Sofietje ook de beste show te pakken? Nee, Sofietje heeft niet de beste show te pakken. Daar draaien we weer voor terug. Ja, Sofietje. Ja, iedereen staat hier achter de camera. Een tienkoppige redactie natuurlijk. Maar nee, Sofietje heeft het niet goed genoeg gedaan. Dus Sofie, je moet nog op showles. Ik kan het geven. Geen probleem. Beste show. Sorry. Sorry. Nee, bedoel ik verder niks mee. Het is wel grappig. New York Dancer. Ja, beste show. Joey, hè? Dat is altijd showverzekerd, hè, mensen. Zo is dat gewoon. Hij heeft ook een contract getekend dat hij show moet geven. Zijn burgercontract. Nee, is een grapje. Nee, beste show. Goed, wij gaan door naar de volgende kermis. Ik hoop dat je dan weer kijkt naar dit fantastische YouTube-kanaal. En volg natuurlijk ook even de podcast, hè? Ik denk dat René Duursma blij is dat ik geweest ben, hè? Ik zeker weten dat René Duursma blij is geweest. Maar vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken. Dat is belangrijker. Ja, nee, maar het belangrijkste is gewoon heel de reclames uitkijken. Ja, ook dat. Ik sla ze altijd over. Hier, verdomme, dat scheelt maar weer een paar cent. Mensen, tot de volgende video.